Hey YouTube, vandaag gaan we Semi zijn populairste video eens bekijken. Oh, het is een lied. Viel je uit de boot? Soms dacht je dat het goed ging, toch liep het fout. Je twijfel was soms groot. Soms noemden ze je gek, maar dat liet je koud. Lijpe beat. Oh, rapapapapam, je dacht er toch... Wat? Oh, rapapapap. Pam in je reet. Nee, ik ga geen haat tonen aan andere YouTubers. Goed jouwe van, je had je eigen weird style. Je gaf van alles wel je draai. Oh, rapapapapam, je stak de boel in vuur en vlam. Met zoveel nieuwe fans erbij voel jij je famous en vrij. Wat zegt hij? Met nieuwe fans erbij voel jij je famous en vrij. Of blij, wat zei hij? De boel in vuur en vlam. Met zoveel nieuwe fans erbij voel jij je famous en vrij. Vrij. Als je fans hebt, ik heb er geen, maar het lijkt mij wel dat als je fans hebt, dat je niet vrij bent. Dat als je één ding zegt, dat je gelijk al gecanceld wordt. Sorry, zonder any wereld, zonder je bent cool en trending echt niet meer normaal. Je bent zo bijzonder op een paas. Natuurlijk weer Ella gebruiken voor de views. Nee, of Ella gebruikt hun voor populair te zijn. Al ben je arm of rijk, wit, bruin, rood of lichtjes getaand, wij zijn allemaal gelijk. Daar ga ik mee akkoord, allemaal gelijk. Heel veel mensen denken nu dat ik racistisch ben, maar nee. Lieve mensen kunnen zowel blank als zwart zijn. En criminelen kunnen ook zowel blank als zwart zijn of getand. Allemaal gelijk. Voilà, Celine, je spreekt eindelijk eens wat facts. En spreken een taal die iedereen verstaat. Welke taal verstaat iedereen eigenlijk? Dat wil ik wel weten. Je denkt er toch het jouwe van. Je hebt je eigen weird staan. Je geeft daar alles wel een draai. Rapapapapam. Je steekt de boel in vuur en vlam. Met zoveel nieuwe fans erbij voel jij je famous en vrij. Je bent zo bijzonder in die wereld. Wonder, je bent cool en trending echt niet meer normaal. Je bent zo bijzonder op een paar seconden met miljoenen. Met Neymar. We zagen crazy party people, het werd soms wild en bizar. We horen bij elkaar, zo als de teller en noemer. Weet je niet wie we zijn, dan zeggen wij oké, boomer. Weet je niet wie dat wij zijn, dan zeggen wij oké, boomer. Maar er zijn mensen in andere landen die geen enkele Belgische YouTubers kennen, heel veel zelfs, in Amerika of zo. En niet alle Amerikanen zijn boomers. Je bent zo bijzonder in die wereld. Zonder je bent cool en trending echt niet meer normaal. Je bent zo bijzonder op een paar seconden met miljoenen. Dus ga je niet viraal. Ik zie dat er nog 20 seconden filmpje is, of 10 of zo. Dus laten we zien. Oh, gewoon. Oké.